kijk, daar is er weer één. We hebben net een nieuwe opname gereleased en iemand vraagt zich af, goh, ik speelde dit op mijn piano en de toonsoort is verkeerd, want jullie zeggen D groot, maar eigenlijk is het in S groot. Nou, deze vraag krijgen we echt superveel. Nou, het orgel staat nu nog op 415, A415, maar bij dit programma hebben ze gekozen voor de koortoon en dan is de A465. Dus dan schuiven we het klavier naar rechts. Dus dit is 415, 440 en dan gaan we naar 465. In de baroktijd werden heel veel verschillende stemmingen gebruikt. Ze hadden überhaupt nog geen stemapparaten op hun mobieltje, zoals ik wel heb. En het lag er maar net aan met wie je samenspeelde. Als je met een orgel of een toetsinstrument samenspeelde, dan speelde zo iemand gewoon een A. Nou, vroeger was er geen standaard, sowieso. Dus je had een orgel en er waren blaasinstrumenten, die hingen vaak aan het orgel zelfs. Die waren eigendom van de kerk. En er werd in een bepaalde stemming gemusiceerd. En dat was dan vroeger de koortoon, dus de hoge stemming. Iets dergelijks als dit. Het hoeft lang niet altijd dit te zijn, hoor. Dit kan ook zijn. Zijn verschillende orgels in Nederland die ook in een hoge stemming zijn, maar die zijn niet precies 465. I think now we have frequency counters, tuning machines. You can pick up the phone and sing an A to somebody on the other side of the world without, you know, too much distortion. You can travel from one side of the globe to the other in a few hours and with the same instrument. So pitch is now very, very accurately controlled. But I should imagine, you know, 200-300 years ago. Italië weten we van in de 18e eeuw, 17e eeuw, dat daar heel hoog gestemd werd. In Parijs weten we van dat er heel laag gestemd werd, echt veel lager. Tegenwoordig, als je op je piano speelt of op je moderne instrument, dan is dat meestal gestemd, is de toon A is 440 hertz. Dus dat is 440 trillingen per seconde. Dat is ook wat een moderne stemvork bijvoorbeeld aangeeft. Dat is op een gegeven moment, volgens mij in de 19e eeuw in Parijs, is dat vastgesteld. Dat was een stemvork van dit is vanaf nu af aan de diapason, zoals ze dat noemen, de stem A. En dat is dan in de loop van de tijd, dat zie je nog wel als je bijvoorbeeld oude dwarsfluiten hebt uit het begin van de 20e eeuw. Die zijn vaak nog wel op 435, een beetje lager en dat is steeds een beetje omhoog gekropen. Meestal spelen wij op 415 hertz, wat dus een halve toon lager is dan een moderne piano. En soms spelen we ook op hoge stemming, op koortoon, dat is 466 hertz. En dat is dan weer een halve toon hoger dan onze moderne stemming. Dat gebeurt vandaag en dat komt omdat de cantates die we in dit project spelen, dat zijn vroege cantates die Bach schreef voordat hij in Leipzig werkte. En daar schreef Bach de cantates op dezelfde toonhoogte als het orgel. I'm using an instrument in 415 with a transposition of the music in one tone higher. So that was very used to do it in Bach time, since often the pitch was adapted to the organ of the church. Hier zijn sleutels en daarmee draai je de snaar op een bepaalde spanning. Ik zal het even laten horen. Kijk, nu ontspan ik. Dan gaat de toon naar beneden en door de sleutel draai ik hem op. Nou is zo'n spanning, zo'n hoge spanning op een instrument, zeggen bouwers, niet heel erg goed. Er komt natuurlijk, doordat ik hem aanspan, komt er op die kam, dit is de kam, komt er veel meer druk. En die druk, die voelt dat bovenblad. En die bovenblad, die is verbonden met een stapel, dat is een houtje, en die brengt het weer naar het onderblad. Dus eigenlijk die hele cello, die gaat daardoor anders klinken. En ik zal het ook laten horen, als ik hem laag stem en ik neem even alleen de D-snaar. Daar is heel veel geluid omheen, hè? Dus er is veel resonant, noem ik dat. En nou stem ik hem weer hoger. Het geluid is
directer, compacter. Ja, waarom hanteren wij geen moderne stemming van 440? Dat is niet alleen omdat we het precies zo willen doen zoals Bach het deed, maar ook omdat een barokoboe nou eenmaal veel mooier klinkt op die lagere stemming dan op die hoge stemming. Het heeft ook met klankkleur te maken. Maybe there is a range of ideal pitch that makes a nice sound would be a pitch between 392 and 415. As shorter the instrument is, the sound will get more nasal and bright. Als ik klavercymbal speel en ik heb een lage Franse stemming, dat mijn instrumenten die hebben ook zo'n klavier dat ook nog naar beneden kan, dan klinkt dat natuurlijk veel donkerder. Dan vind ik dat wel heel mooi. En als ik dat op 440 en twee stappen hoger zou spelen, dan verliest dat wel veel aan die donkerheid. En dan kruipt hij alweer omhoog, want hij herinnert echt een beetje nog die spanning van die 465. For this project, for the 465, I put thinner strings on the instrument. Otherwise, if I would have tuned up the strings I had on, which are made for 415, it would just put too much tension. It's like choking yourself. Ik heb ook nieuwe snaren moeten kopen. Ik heb ook met een vioolbouwer gebeld, van wat zou jij nou voor snaren erop zetten? Dus hoe dikker de snaar, hoe meer spanning die heeft. Dus als ik hem harder op, stijver opdraai, zou ik maar zeggen, en ik neem een dunnere snaar, dan kan ik de spanning gelijk houden. Als dat, ja, het is gewoon eigenlijk natuurkunde. With the thicker strings, you get more like a what I call a string timpani. You know, with a or if you go pizzicato, like in jazz, the bass rings more. You get a more of a and what I call a cloud of sound. It's very round and big. And that cloud of sound, that acoustic, that's what I use for the timing when I play in the ensemble. And here I feel more vocal-like. Het is wel even aanpassen. Ik kan niet zoiets, zeg maar die snaren kan ik niet de dag van tevoren voor de eerste repetitie kan ik hoog gaan stemmen. En een darmensnaar heeft zeker 2-3 dagen nodig om echt lekker op stemming te zijn. In het begin klinkt hij dan nog heel mat eigenlijk, een beetje dof. En pas als je er, naarmate je er meer op speelt, kan dat hout ook open gaan op die frequenties. Maar ik merk wel hoe meer ik mijn instrumenten op verschillende pitches speel, dus op 415, 440, 430 soms zelfs voor Mozart of Haydn, of 465, hoe meer dat hout helemaal zich opent en al die poriën, ja, dat allemaal mee kan gaan trillen. Dus eigenlijk voor de instrumenten, die worden er wel klinkender van. En je merkt ook nu in het ensemble dat iedereen eigenlijk heel veel tussendoor even stemt. Want het zijn natuurlijk al die instrumenten, dat duurt zeker een week voordat dat echt gaat settelen. Violen en cello's en zo kunnen op zich wel naar boven en naar beneden stemmen. Een orgel kan dat niet. Je kan een heel klein beetje naar boven en naar beneden stemmen. De pijpen zijn simpelweg te kort. Dus je kan op een gegeven moment de pijp niet nog langer maken. Je zou hem eventueel nog wat omhoog kunnen stemmen. Maar op een gegeven moment vallen die stopjes die op die pijpen zitten, die vallen in de pijp. En dan heb je grote problemen. Als ik een klavercymbal speel, is het probleem nog groter. Want als ik een halve toon omhoog ga zetten, dan kan je erop rekenen dat een derde of de helft van mijn snaren gewoon knalt. Ja, yeah, no, it's interesting this question of pitch. To be completely honest, in this scenario, certain things are actually easier at this higher pitch of 465. So the bits, I mean, to say it very obviously, the bits that are often too low or feel too low in the voice are obviously more comfortable. Equally, there are bits that are more tricky. Certain bits that lie kind of in the cracks of the voice, and what we call the passaggio, which is where you flip between your chest voice and the head voice, which you try and do in the, you know, in a way that is as least obvious way as possible. I find with this program quite a lot of the music at this higher pitch lies in that slightly awkward part of the voice, so that's a bit more challenging. And that's a sort of sharp version of C465, and if I pull out to where I was,
You've only got a fraction of a tone difference there. That's the subtle tuning within the key itself. If you're a trumpet player, it's never good news when you're told that you have to play something which is already quite high, and you've got to play it a step higher still, in fact two steps higher. The difference between 415, which is what we normally play at, and 465 is quite a great distance. It's two semitones. So it introduces a great deal of extra pressure, yes. We moesten echt de hele ochtend eraan wennen, omdat je gewoon ineens een heel andere klankkleur van je orkest hebt. The music is speaking different to me, and I'm reacting. So there's still a new conversation with Bach's music. The higher pitch can bring different colors, of course, to the music, both in the instrumentation and in the voice too. So, you know, moments of joy and, you know, a big exclamation of that kind of nature can come across more impressive in a way, I suppose. Ja, het is alsof je een blauwe bril opzet, of ja, echt een bril met een andere kleur.